Dit is Rotterdam onderweg. Het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Met deze week werkzaamheden in de Spanjaardstraat, de Schravenweg bij de parkeergarage aan de Kralingse Zoom, de Krooswijkseweg in Rotterdam-Noord en de Wijtemaweg bij het Erasmus Medisch Centrum. In Rotterdam-West werkt de RET vanaf maandag 2 juni aan de tramsporen in de Spanjaardstraat. Hierdoor is de Spanjaardstraat vanaf de derde Schansstraat in de richting van de Schiedamse Weg afgesloten. De Schiedamse Weg blijft vanaf de Westzeedijk bereikbaar door om te rijden via de Hudsonstraat en de Schipperstraat. In de andere rijrichting, vanaf de Schiedamse Weg naar de Westzeedijk, blijft de Spanjaardstraat bereikbaar. De werkzaamheden staan gepland tot en met maandag 16 juni. In Kralingen-Oost wordt gewerkt aan de Schravenweg. Ter hoogte van de parkeergarage aan de Kralingse Zoom zal hierdoor de Schravenweg tussen 1 en 6 juni afgesloten zijn voor het autoverkeer. De Schravenweg blijft per auto vanuit Rotterdam bereikbaar via onder andere de Abram van Rijkenvoorselweg en het Kapelseplein. Alle omleidingen staan aangegeven op de gele borden. Voor fietsers en voetgangers blijft de Schravenweg bereikbaar. Meer informatie is te vinden via www.rotterdam.nl/Kralingsezoom. De Krooswijkseweg in Rotterdam-Noord wordt in verschillende fasen verbeterd. Vanaf maandag 26 mei gaat de laatste fase van start. Dan is de Krooswijkseweg afgesloten tussen de Isaac Hubertstraat en de kruising met de Boezemsingel. Hierdoor zijn de Kruiswijkse Singel en de Boezemsingel ook aan één kant afgesloten. De winkels in de Krooswijkse straat blijven bereikbaar via de linker Rotte Kade en de Krooswijkse straat of de Boezemstraat en de Pijperstraat. Alle omleidingen staan lokaal aangegeven op de gele borden. De werkzaamheden duren tot en met begin juli. Bij het Erasmus Medisch Centrum wordt de Wijtemaweg het komende jaar vernieuwd. De eerste fase van het werk duurt tot en met september. Hierbij is de verbinding van de Wijtemaweg met het Museumpark afgesloten voor autoverkeer. De Museumparkgarage blijft bereikbaar voor het autoverkeer via de Westersingel en het Museumpark. Het Erasmus Medisch Centrum blijft via de Wijtemaweg in beide richtingen bereikbaar over één rijbaan. De buslijnen 44 en 46 rijden via een gewijzigde route over de Rogussenstraat, waar twee tijdelijke haltes komen ter hoogte van de Westersingel en metrostation Dijkzicht. Ga voor meer informatie over de bereikbaarheid van Rotterdam naar onze website rotterdam.nl/onderweg. Dit was Rotterdam onderweg. Tot volgende week.